Welkom allemaal bij ons webinar. Het gaat over literatuuronderzoek met de realisme methode. En toen we dit aan het voorbereiden waren, toen dachten we nog dat we jullie allemaal in Den Haag zouden gaan zien. Bij een van onze verdiepingssessies, bij ons op kantoor, bij onderzoeksinstituut IVO. Maar de omstandigheden zijn een beetje anders en daarom doen we dit nu via een webinar. Het is de eerste keer dat wij zo'n webinar organiseren. Dus we hopen dat het allemaal goed gaat. Net bij het oefenen ging er van alles mis, maar dat hoort er geloof ik bij. Achter de schermen hebben we nog Margriet Lenkens, die zometeen ook een deel zal gaan presenteren. En ook nog Natasja van der Veer en Luca de Boer, die ons helpen met alle techniek. Voordat we echt van start gaan met vertellen over literatuuronderzoek met de Realist methode, vonden we het leuk om wat vragen aan jullie te stellen. Dus daar beginnen we vandaag mee. En dat kunnen jullie doen door naar menti.com te gaan en dan een code in te voeren, 712867. Ik zal het zelf ook eventjes doen op mijn telefoon. Dus als jullie de code 712867 invoeren, dan zien jullie als het goed is de eerste vraag verschijnen. Ik denk dat uit onze test er nog wat dingen in de Mentimeter staan. Ik weet niet of dat heel snel verwijderd nog kan worden door iemand achter de schermen. Zo niet, dan ga ik gewoon de eerste slide actief maken. Als het goed is zien jullie de vraag waar werk je verschijnen en kan je daar intypen waar je werkt. Nou, ik werk zelf bij onderzoeksinstituut IVO. En wat ik ook nog intyp is dat ik bij de Universiteit Maastricht werk. Ja, ik heb het verkeerd gespeld, dus dat is zometeen goed te zien vanuit de snelheid. Bij onderzoeksinstituut IVO doen we onderzoek naar allerlei thema's op het gebied van zorg, welzijn en verslaving. We werken ook veel samen met Platform 31 en dat zie je nu heel groot in beeld, omdat er blijkbaar veel mensen van Platform 31 zijn aangesloten. Universiteit Maastricht, ik net al, die is ook in beeld. Eén keertje dus verkeerd gespeld door mijzelf. Mensen van Trimmels Instituut zie ik, Erasmus MC, mensen die thuis werken, de HAN, Universiteit Utrecht. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. En we kunnen ook daardoor recht zien hoeveel mensen er ongeveer aanwezig zijn. Of in ieder geval hoeveel mensen er meedoen met onze Mentimeter. Tot nu toe 25 mensen. En ik denk dat het daar een beetje bij blijft. Universiteit Tilburg had ik nog niet gehad. Twente. Nou, veel mensen vanuit universiteiten en vooral ook veel van Platform 31. Leuk dat jullie er zijn. 26 mensen. Laten we doorgaan naar de volgende vraag. Want wij waren ook wel heel benieuwd wat de reden is dat je meedoet aan deze webinar. Dat is de eerste optie. Ik wil de methode gaan gebruiken en wil leren hoe ik dit moet doen. Of ik wil weten of de methode geschikt is voor mijn literatuuronderzoek. Derde optie. Ik ga de methode waarschijnlijk niet toepassen, maar ben gewoon geïnteresseerd. En dan is er nog een vierde optie anders. En wellicht dat je in de chat kan toelichten wat er dan anders is. Nou, we zien vooral mensen die de eerste twee opties aangeven. Dus dat zijn de mensen die de methode misschien willen gaan toepassen. Dan zijn er ook wel wat mensen die eigenlijk gewoon geïnteresseerd zijn. Nou, ook leuk dat jullie er zijn. En nu word ik misschien nieuwsgierig naar de anders opties, wat dat dan, waarom die mensen aansluiten. Misschien om af te kijken hoe je een webinar moet geven. Zo heb ik laatst vorige week meegedaan in een webinar. Voornamelijk mensen die willen weten of de methode geschikt is voor hun literatuuronderzoek. Nou, daarvoor lijkt me de webinar bij uitstek geschikt, dus heel leuk dat jullie meedoen. En de laatste vraag. Zijn we benieuwd hoeveel ervaring jullie hebben met systematisch literatuuronderzoek. En dat kan je aangeven op een schaal van 1 tot 5, van helemaal geen tot heel veel. Nou, zet ik hem zelf eventjes op heel veel. En tot nu toe de eerste 5 mensen die reageren een beetje in het midden. Ja, het schuift nog ietsje op naar mensen die best wel veel ervaring hebben. Toch weer wat terug. Dit is misschien een wat moeilijkere vraag om te antwoorden, want ik zie dat het een beetje langzamer gaat. Ja, een beetje inschatten van je eigen ervaring. Een aantal mensen die niet zoveel ervaring hebben. Nou, nu zitten we ongeveer 29 bij het aantal wat waarschijnlijk deelneemt aan deze webinar. Daar heb ik even geen live inzicht op. 30 mensen zelfs.
Oké, dus niet zo heel veel ervaring. Als ik het even gemiddeld neem, we hebben wel een aantal mensen met veel ervaring ook in de webinar. Nou, we gaan jullie van alles leren, dus heel goed dat jullie er zijn. Wat gaan we vandaag doen? We starten met een uitleg over de methode van Realist Reviewing. Daarbij geef ik ook een voorbeeld van de economische crisis en drugsgebruik. Daarna gaan we door naar een presentatie door Margriet Lenkens, waarbij het ook een voorbeeld geeft van Realist Review. Ja, de bedoeling was om nog twee pitches te laten zien met filmpjes die opgenomen zijn, maar daarnet met het oefenen ging dat niet helemaal goed en lukte het niet. Dus waarschijnlijk gaan we dat deel gaan we wel daarover vertellen, maar niet de filmpjes laten zien, helaas. Ja, dan zal ik starten met een uitleg over wat nou systematisch literatuurreviewen is. Ik denk dus dat de meesten van jullie daar wel een globaal beeld bij hebben wat het is, maar nog niet zo heel erg ervaren zijn. Maar het leek me toch goed om daar eventjes vanaf het begin te beginnen. Een systematisch literatuurreview begint bij systematisch zoeken van bestaande literatuur en natuurlijk op basis van een duidelijke onderzoeksvraag. En dat doe je dan in databases voor wetenschappelijke literatuur, maar misschien zelfs ook grijze literatuur. Daarna ga je selecteren en beoordelen welke studies relevant zijn en hoe relevant die dan zijn en wat de kwaliteit van die studies is. Vervolgens verzamel en analyseer je data uit die geïncludeerde studies. En als laatste stap vat je dat samen, alle verzamelde en geanalyseerde data. En als je dat ook nog met statistiek doet, dan heet dat een meta-analyse en anders heet het een gewone review. Wat je vaak doet in een systematische literatuurreview is alleen maar kijken of er een effect is van bijvoorbeeld een interventie op een uitkomst, bijvoorbeeld een effect van X op Y. Maar wat er dan tussen zit, is nog een box. Je weet eigenlijk niet hoe het komt dat X leidt tot Y. Stel nou dat je hebt gevonden dat X leidt tot Y en je daar een persbericht over uitdoet. Wat er dan, ja, je hoopt dat er gebeurt, is dat er een journalist komt en die je daar vragen over gaat stellen. En die daarover een stuk wil gaan schrijven. Maar wat een journalist dan vaak vraagt, is waarom leidt X nou tot Y? En wat je als onderzoeker dan moet doen als je alleen maar een review hebt gedaan zonder te kijken naar wat er in die black box zit, dan moet je eigenlijk gaan bedenken ja, wat dan de reden kan zijn dat X leidt tot Y. Om het wat concreter te maken, hier is een nieuwsberichtje uit december 2019. Yoga blijkt goed te zijn voor je brein. Dat blijkt uit een meta-analyse van 11 studies. En dan zie je bijna altijd dat er in zo'n stukje in de media een laatste alinea is met, ja, hoe komt dat nou eigenlijk dat yoga goed is voor je brein? Ja, wat een onderzoeker dan moet doen, is dat hij eigenlijk moet gaan nadenken van wat mogelijke mechanismen zouden kunnen zijn. En moet dan toegeven dat een duidelijke verklaring er niet is. En dat eigenlijk meer onderzoek nodig is om zo'n verklaring te vinden. Was er al veel bekend over de effecten van economische recessies op drugsgebruik, maar bleef het eigenlijk nog een beetje een black box wat daarin gebeurde. Een aantal jaren geleden heb ik daarom samen met anderen een realist review geschreven over hoe het nou komt dat economische recessies een invloed hebben op drugsgebruik. En daarover zal ik later meer vertellen. Maar eerst nog even terug naar zo'n realist literatuurreview. Wanneer doe je dat? Nou, dat doe je eigenlijk bij een complexe interventie. Als je bijvoorbeeld het effect van een vaccin voor corona zou willen onderzoeken, is het niet zo geschikt voor een realist review. Dat is wel complex natuurlijk om zo'n vaccin te maken voor corona. Maar je weet al wat het werkingsmechanisme is. En als mensen het vaccin eenmaal gekregen hebben, zal de werking bij iedereen hetzelfde zijn. En heeft het hoe mensen daarmee omgaan niet zoveel effect op het effect van de interventie. Wat wel weer een complexe interventie is, is een app voor corona. Ja, je hoopt natuurlijk dat als mensen dan een melding krijgen dat ze in isolatie moeten, dat ze dat ook daadwerkelijk gaan doen. Maar misschien zijn er nog wel allerlei andere mechanismen, zoals dat mensen zich veilig gaan voelen doordat ze die app hebben en daardoor eigenlijk onveiliger omgaan met corona. Dus een complexe interventie kan verschillende mechanismen hebben. En hoe mensen ermee omgaan bepaalt eigenlijk hoe complex die interventie is en welke mechanismen een rol spelen. Bij een realist review stel je altijd onderzoeksvragen als wat werkt, voor wie, waarom en hoe, onder welke omstandigheden. Dus je wil eigenlijk weten hoe komt het dat een interventie werkt en veel minder alleen maar of een interventie werkt.
Dat doe je door, voordat je start met het zoeken van literatuur, een programmatheorie op te stellen. En in die programmatheorie leg je vast wat mogelijke werkingsmechanismen en mogelijke contexten zijn die van invloed zijn op het effect van de interventie. Nou is het zo dat de realist filosofie ook best heel belangrijk is voordat je realist review gaat doen. Dus ik ga heel even een kort uitstapje maken naar wetenschapsfilosofie. Want realist review gaat uit van het realisme als wetenschapsfilosofie. En dat staat tussen het positivisme en het constructivisme in. Nou, dat zal ik even kort toelichten voor iemand, voor de mensen die niet zo bekend zijn met wetenschapsfilosofie. Positivisme gaat ervan uit dat er een echte wereld is die we kunnen zien en begrijpen door rechtstreekse observatie. Als je daarvan uitgaat, dan is de beste wetenschappelijke methode een gerandomiseerd, gecontroleerd experiment, zoals een RCT. Aan de andere kant hebben we het constructivisme, dat ervan uitgaat dat we helemaal niet zeker kunnen weten wat de realiteit is, omdat we deze interpreteren met onze zintuigen en we ook nog in een bepaalde sociale en historische context leven. Als je daarvan uitgaat, dan is kwalitatief onderzoek het beste en zelfs case studies zijn kwantitatieve methoden veel minder geschikt. Nou, dat staat best wel tegenover dat positivisme. En het positivisme is eigenlijk waar de meeste systematische literatuurreviews van uitgaan. Het realisme zit er dus tussenin. Die zegt, er is wel een realiteit die bestaat buiten ons denken. De wetenschap kan die bestuderen, maar elke observatie en theorie is feilbaar. En het gebruik van meerdere metingen, methoden en observaties is daarom belangrijk. En in de wetenschap noemen we dat triangulatie. Dus zowel dat gerandomiseerde, gecontroleerde experiment als meer kwalitatief onderzoek, omdat die elkaar heel mooi aan kunnen vullen. Als je dus uitgaat, of als je dus een realist review gaat doen, ga je er dus van uit dat je allerlei verschillende soorten bewijs meeneemt om een zo compleet mogelijk beeld te vormen over werkingsmechanismen van je interventie. Realist reviewen is een nieuwe trend, nou ja, nieuw, maar het wordt in ieder geval steeds meer gedaan. Niet dat dat een reden is om een realist review te gaan doen, want er zitten ook wel nadelen aan het doen van een review, daar kom ik later op terug. Maar je ziet wel dat het steeds meer gedaan wordt. Een deel van de stijging is te verklaren doordat er steeds meer protocollen worden geschreven in het algemeen bij onderzoek. Dus die heb ik hier uitgehaald in rood en dan zie je in blauw nog steeds dat de balkjes flink omhoog gaan. Dus er worden veel reviews gedaan, realist reviews gedaan. Wanneer doe je nou een realist review? Je doet dat zeker niet alleen maar omdat het een trend is, maar omdat je bepaalde redenen daarvoor hebt. Bijvoorbeeld wat ik net al zei, als je een complexe interventie of beleid of een gebeurtenis onderzoekt. Verschillende mechanismen kunnen zijn. Je gebruikt het ook als je iets wil verklaren en dus je wil weten waarom dan en hoe dan. En waar dan, wanneer, niet slechts als je wil beschrijven of X een effect heeft op Y. En je doet het ook als je elk type bewijs evenveel waardeert. Zoals ik net al zei, een RCT is net zo belangrijk als kwalitatief onderzoek en die twee kunnen elkaar aanvullen. Dat zijn wat mij betreft de drie redenen om een realist review te doen. Maar hoe ga je dat nou concreet aanpakken? Je hebt een interventie, die heeft bepaalde uitkomsten, maar wat daartussen zit is een black box en die wil je openen. En je wil weten welke mechanismen en welke contexten zijn daarvan van invloed. Er zijn 6 stappen bij realist reviewen. Je begint met een onderzoeksvraag, zoals je eigenlijk elk onderzoek start. Dan ga je een eerste programmatheorie formuleren. Dus die programmatheorie ziet er ongeveer zo uit. Welke mechanismen je denkt dat er van invloed zijn op de uitkomsten en welke contexten daar een rol in spelen. Als je die programmatheorie hebt geformuleerd, dan stel je een zoekstrategie vast. Je zoekt in de literatuur, je selecteert en beoordeelt. En vervolgens ga je realist principes toepassen in je analyses. Daarover vertel ik eigenlijk niet zoveel in deze presentatie, maar ik geloof dat Margriet daar zo meteen wat voorbeelden van geeft in haar presentatie. Uiteindelijk sluit je af met het verfijnen van de programmatheorie. Dus dat is eigenlijk dat zijn de 6 stappen. En het klinkt best wel alsof dit een soort lineair proces is, waarbij je begint met 1, dan naar 2, dan naar 3. Nou, en zo verder tot je bij stap 6 bent aangekomen en het klaar is. Maar dat is eigenlijk niet de bedoeling per se van een realist review. Er wordt namelijk gezegd dat het een iteratief proces zijn.
Eigenlijk moet je doorgaan met een REUSE review tot je theoretische saturatie hebt. Het kan zijn dat je, als je literatuur hebt gevonden, erachter komt van hey, mijn programmatheorie is nog niet goed, die moet ik nog ietsje aanpassen. Dus dan ga je van stap 4 naar stap 2 en dan kun je misschien je zoekstrategie nog een beetje aanpassen en zo ga je weer verder. Dat is wel ook een risico meteen van REUSE reviewen, want je kan een beetje bezig blijven natuurlijk. Het is ook wel fijn dat het uitkomt en iets kan publiceren. En het geeft ook aan dat een REUSE review ook wel heel lang kan duren. Dus dat is wel iets waar je over na moet denken voordat je ermee start. Dan terug naar mijn voorbeeld. We hebben dus een REUSE review gedaan. Oh, mijn presentatie wordt overgenomen door iemand anders, lijkt het wel. ja, hier ben ik weer. We hebben een REUSE review gedaan naar de effecten van economische recessies op drugsgebruik. En we wilden weten hoe leiden economische recessies en werkloosheid tot korte termijn effecten op het gebruik van illegale drugs onder volwassenen. Nou, je kunt zien dat we een beetje hebben geprobeerd het af te bakenen door te zeggen korte termijn effecten en het gebruik onder volwassenen. Dat hebben we gedaan nadat we al in verdere stappen waren en erachter komen dat het wel anders heel veel zou worden. Dus daarin kun je ook een beetje het iteratieve karakter van de REUSE review zien. Dit was onze programmatheorie in eerste instantie. Dat ziet er best ingewikkeld uit, maar het valt eigenlijk wel mee. Er zijn 5 mogelijke mechanismen die wij geïdentificeerd hebben. Ten eerste zou een economische crisis en werkloosheid kunnen leiden tot een afname van het inkomen van mensen. Nou, zo'n afname van inkomen zou er dan voor zorgen dat mensen minder drugs gebruiken. Heel logisch, want je hebt er geen geld meer voor. Klinkt heel simplistisch, maar we weten dat dit bijvoorbeeld bij alcoholgebruik zo is op het moment dat mensen niet verslaafd zijn aan alcohol. Dus je hebt minder geld, dus je gaat minder gebruiken. Dan is het tweede mechanisme best tegenovergesteld daaraan, dat je door een economische crisis en werkloosheid heel veel stress krijgt. En die stress ga je dan misschien oplossen door drugs te gebruiken. Hey, iedereen gaat natuurlijk iets anders doen. Sommige mensen gaan eten, drinken en andere mensen of sporten. En weer andere mensen gebruiken drugs. Maar dit was ook een van de mogelijke mechanismen. Dan ten derde, sociale exclusie. Dus het is een beetje vergelijkbaar met het vorige mechanisme. Je voelt je geëxcludeerd sociaal omdat je niet meer je collega's hebt. En daardoor ga je, om daarmee om te gaan, ga je drugs gebruiken of meer drugs gebruiken. En dan het vierde mechanisme geeft eigenlijk aan dat je heel rationeel zou kunnen denken van hey, ik heb nu geen baan meer en om mijn kansen te verhogen op een baan ga ik minder drugs gebruiken of stoppen met drugs gebruiken, zodat ik meer kans heb om een baan te vinden. En dan het laatste is iets wat we misschien zelf ook wel ervaren nu we wat meer thuis zitten. Je hebt meer tijd, zeker als je dan ook nog je baan kwijt zou raken. Heb je meer tijd en dan die tijd die zou je kunnen gebruiken aan het gebruik van drugs. Dan waren er onder in die balk ook nog allerlei contexten die we gedefinieerd hadden. Zowel op het landniveau, zoals hoe landen omgaan met een economische recessie. En hoe landen omgaan met drugsgebruik. En natuurlijk allerlei individuele contexten, zoals iemands sociaal-economische status. Wat uiteindelijk bleek, was dat we voornamelijk bewijs vonden voor de eerste twee mechanismen. Of over de eerste twee mechanismen. Over het eerste mechanisme vonden we dat mensen wel minder inkomen krijgen tijdens een recessie of als ze hun baan verliezen, maar dat is heel logisch. Maar dat dit niet zorgde voor minder drugsgebruik. Je kunt daarbij denken aan dat mensen naar goedkopere drugs gaan of naar andere toedieningsmechanismen. Of misschien dat mensen op illegale manieren toch aan drugs komen, ook al hebben ze niet veel geld. Het tweede mechanisme, daar vonden we bewijs voor. Dus het bleek zo te zijn dat er tijdens een economische crisis mensen meer stress ervaren en daardoor meer drugs gaan gebruiken. Over sociale exclusie en meer tijd hebben we wat literatuur gevonden die in de richting wees die we hadden verondersteld, maar er was niet zoveel bewijs over. En over het gevoel dat je meer kans maakt op een baan als je geen drugs gebruikt, daar hebben we geen literatuur over gevonden. Ook was er te weinig literatuur over contexten en konden we dus niet zeggen van hey, de ene mechanisme werkt wel in die context, maar niet in die context. Dat hadden we natuurlijk het liefste willen doen, maar daarover was niet voldoende bewijs. Concluderend konden we in deze review concluderen dat een economische recessie leidt tot meer drugsgebruik,
Voornamelijk doordat mensen meer psychische stress ervaren. En we weten ook wel uit andere reviews, die dus niet naar de mechanismes hebben gekeken, dat een economische crisis inderdaad leidt tot meer drugsgebruik. Nou, wat is er nou zo belangrijk dat we nu dat mechanisme kennen, is dat we daar wat aan kunnen doen. We zouden bijvoorbeeld psychologische hulp kunnen vergoeden ten tijde van een economische recessie. Maar ik denk ook nu ten tijde van de coronacrisis, die natuurlijk ook weer tot een economische recessie zal leiden. Je kan ook denken aan het begeleiden van mensen die hun baan kwijtraken. En natuurlijk aan campagnes over psychische kwetsbaarheid. Dit puur even ter illustratie van een Realist Review. En Margriet zal in haar presentatie wat uitgebreider ingaan op een voorbeeld. Hier is nog wat aanbevolen literatuur over Realist Reviewen. Ik zou zeggen, maak even een screenshot als je dit wil opslaan. Dit zijn echt de vier publicaties die je volgens mij gelezen moet hebben voordat je ermee start. En natuurlijk zijn er nog allerlei goede voorbeelden te vinden, maar om te beginnen zou ik deze gaan lezen. En ja, ik ben wel benieuwd of er vragen zijn. En als het goed is, heeft Margriet daar inzicht op vanuit de chat. Ja, klopt. Ik zie twee vragen op dit moment. De eerste vraag is van Vivian. Zij vraagt, hoe weet je welke zoektermen te gebruiken wanneer je nog niet weet wat er in de black box zit? Ja, dat is een lastige. Een goede vraag, dankjewel. Wat ik zelf heb gedaan bij mijn Realist Review, omdat ik het echt grondig wilde doen, is dat ik zoektermen heb gebruikt voor zowel economische recessie als voor drugsgebruik. En toen ben ik in eerste instantie gewoon gaan kijken van welke mogelijke mechanismen zouden er zijn. Daarna heb ik in een nieuwe zoekstrategie, we hebben natuurlijk op basis daarvan ook een programmatheorie ontwikkeld. En in een nieuwe zoekstrategie heb ik dan specifiek op die termen gezocht. Ja, en natuurlijk is dat ook iets wat je in je programmatheorie hebt staan. Ik heb daar eigenlijk weinig over verteld. Maar je zou je programmatheorie op kunnen stellen bijvoorbeeld door het gebruik van reviews over het onderwerp zonder dat er naar mechanismen is gekeken. Wordt er dan vaak wel in de discussie of in de inleiding iets verteld over mogelijke mechanismen. En je zou met experts, zou je interviews kunnen doen bijvoorbeeld om tot een goede programmatheorie te komen. Oké, dankjewel. Dan de vraag van Thijs. Hij vraagt, leg je alle stappen die je zet in je review vast? En dan tussen haakjes, gezien het iteratieve karakter, lijkt me dit een uitdaging. Ja, een hele goede vraag. Dankjewel Thijs. Ja, ik zou het in ieder geval vastleggen. Dat is in ieder geval iets wat je kan gaan doen. Wat wel echt een uitdaging is bij Realist Review, is om het vervolgens te publiceren. Zonder dat je over de woordlimieten van een tijdschrift heen gaat. Er zijn, ik kan misschien teruggaan even naar de vorige slide. De derde, de publication standards, daarin wordt uitgelegd wat je nou eigenlijk allemaal zou moeten rapporteren in een Realist Review. Maar dat is zoveel dat je dat niet lukt als je een tijdschrift uitkiest waar je maar 3500 woorden hebt. En dat had ik zelf toen ik mijn review publiceerde. Dus dan moet je toch weer heel veel weglaten. Oké. Er is nog een aanvullende vraag van Suzanne. Wanneer weet je of je voldoende bewijs hebt? Hoe ga je om met het grijze gebied? Ja, ik denk dat daar niet echt een eenduidig antwoord op is. Ik denk dat je dat eigenlijk per review moet bekijken en ook... je moet natuurlijk op een gegeven moment beslissen om te stoppen met dat iteratieve werk en te denken van nou, dit is het gewoon. En daar ja, moet je eigenlijk bedenken van of een volgende stap in het iteratieve proces, nog een search, nog verder zoeken, of je denkt dat dat nog meer op gaat leveren of niet. Oké, ik vroeg me wat betreft dat laatste zelf ook af. Je had het net over theoretische saturatie, dat mooi zou zijn als je dat bereikt. Maar ik vraag me af, is dat überhaupt wel mogelijk als je ervan uitgaat dat onderzoek feilbaar is? Kun je dan ooit theoretische saturatie hebben? Of is dat een illusie? het ligt er misschien aan welke wetenschapsfilosofie. Als je constructivist bent, dan is alles zo feilbaar. Hele moeilijke vraag, maar goed. Sorry. Nee, dat geeft niet. Ik weet niet of je zelf nog een antwoord hierop kan bedenken of dat we hem even onbeantwoord laten. Ik vermoed dat dat je nooit volledige saturatie hebt, want er kan altijd weer een nieuw artikel verschijnen wat weer iets anders zegt. Ja, dat is waar. Ja. Ja, het was wel misschien als voorbeeld bij onze Realist Review over economische recessie en drugsgebruik.
Bij het mechanisme psychologische stress hadden we wel bewijs gevonden uit allerlei verschillende landen. Onder zowel drugsgebruikerspopulaties als onder de algemene bevolking. Met allerlei verschillende methoden was het onderzocht en elke keer werd hetzelfde gevonden. Dus daarvan hadden we wel echt het gevoel dat we saturatie hadden. Oké. Okay. Ik zie dat er nog een vraag is binnengekomen. Ik denk dat we daar nog net tijd voor hebben. Op basis van welke criteria beslis je dat er te weinig bronnen zijn om uitspraken te doen over mechanismen en contexten? Sorry, kan je nog even het eerste deel herhalen? Ja. Op basis van welke criteria beslis je dat er te weinig bronnen zijn om uitspraken te doen over mechanismen of contexten? Ja, ik denk dat dat niet echt anders werkt dan, dan bij een gewone review. Je moet er zelf vertrouwen in hebben dat er genoeg informatie is en dat dit... Het is heel erg afhankelijk ook van het type studies wat je vindt. Als je natuurlijk een studie hebt die over de hele wereld is gedaan en voor elk land apart laat zien dat een mechanisme werkt, dan heb je misschien wel genoeg aan die ene studie. Terwijl bij andere studies die in hele specifieke populaties gedaan zijn of hele specifieke methodes je daar niet voldoende over hebt. Dus ik denk niet dat je dat in het algemeen kan zeggen. Oké, okay, ja, er blijven vragen binnenkomen. Dus ik zal er nog maar gewoon in stellen. Ik vroeg me nog af wat de onderzoeksvraag is waarmee je start. Gewoon een erg brede, bijvoorbeeld de mechanismen in kaart brengen. Dus is dat een soort onderzoeksvraag waarmee je dan start? De onderzoeksvraag van een Reader's Review is eigenlijk bijna altijd van hoe komt het dat een interventie tot een bepaalde uitkomst leidt. Ik zou zelf wel aanbevelen om wel wat concreet te zijn over wat je interventie precies is dat je wil onderzoeken. En wat de uitkomst ook is die je wil onderzoeken. Anders dan kan het best wel breed worden. En misschien nog welke populatie je het over gaat hebben. En daarna kan je die onderzoeksvraag steeds verder verfijnen. Want dan bijvoorbeeld bij mijn review kwamen we er ook op heel veel literatuur. Die ging over mensen die in een instelling woonden. En daarvan hebben we gezegd van ja, dat is dan eigenlijk niet precies wat we willen weten. We willen weten hoe dat dan werkt in de samenleving, de mensen die buiten die instellingen zitten. Ook om het een beetje mogelijk te houden om het allemaal in realist review te doen. Want je wil niet te veel studies moeten analyseren. Maar je kunt hem steeds verder verfijnen inderdaad gedurende het proces. Oké, dan stel ik voor dat we de laatste vraag voor nu doen en de andere vragen kunnen misschien straks nog. Hoeveel tijd kostte jouw toepassing van de methode? Dus ook in relatie tot andere methoden van literatuurstudie, denk ik. Ja, Reader's Review kost meer tijd dan een gewone review. Ik denk dat ik er in totaal zo'n 1,5 jaar mee bezig ben geweest. Maar ja, toen deed ik natuurlijk ook andere dingen gedurende die 1,5 jaar. En ik denk dat je... misschien kost het wel 2 keer zoveel tijd als een gewone review. Ik denk dat ik dat in ieder geval wel kan zeggen. Oké, dankjewel voor alle antwoorden. Ja, dan gaan we door naar het volgende onderdeel van onze webinar. En dat is een presentatie door Margriet, die we net al even hoorden, maar zo meteen hebben gaan zien. Met een voorbeeld van ervaringsdeskundigheid bij crimineel gedrag. Oké. Ik zal wat vertellen over de Realist Review waar ik mee bezig ben. Ik ben dus Margriet Lenkers, ook werkzaam bij het IVO en bezig met promotieonderzoek. Mijn Realist Review gaat over ervaringsdeskundigheid. Het is een term die de meeste van jullie wel gehoord zullen hebben. Wordt ook te pas en te onpas gebruikt in de media. En de coronacrisis vormt daarop geen uitzondering. Maar in mijn geval gaat het om een bepaald type ervaringsdeskundigheid, namelijk om mensen met een crimineel verleden die andere personen ondersteuning bieden die zelf ook te maken hebben met criminaliteit. En redenen om ervaringsdeskundigen hiervoor in te zetten zijn het idee dat er een betere werkrelatie kan ontstaan als mensen op elkaar lijken. En ook is het zo dat de laatste jaren steeds meer erkend wordt dat ervaringen en kennis van voormalige cliënten belangrijk zijn om de ondersteuning beter passend te maken. Met betrekking tot het onderwerp kwamen we al snel op het idee om een literatuurstudie te doen. Omdat er weinig overzicht is van de werkzaamheid van dit soort interventies. En toen stelde Gera voor om een realist review te doen. En nadat ik me daar wat in verdiept had, leek me dat ook wel een goed idee.
En wel om drie redenen. Allereerst gaat het dus om een complex iets, namelijk een menselijke relatie. Dat is geen kwestie van twee personen bij elkaar zetten en dan krijg je de gewenste resultaten. Het gaat er echt om wat er gebeurt in die relatie. En daar wilde ik dus ook meer zicht op krijgen. Daarnaast is het geen geprotocoleerde interventie. Dus het is niet alsof er een vast stappenplan is van wat moet gebeuren. En tot slot zijn er ook allerlei externe factoren die er invloed op kunnen hebben. Sommige mensen zijn best wel sceptisch over dit soort ondersteuning. En er zitten misschien ook wel wat risico's aan. Dus het is belangrijk om daar ook rekening mee te houden. En een realist review geeft dus de mogelijkheid om dit soort complexe interventies te onderzoeken. En daarbij niet alleen kijken naar resultaten, maar ook naar mechanismen die resultaten veroorzaken. En naar contexten die weer invloed hebben op de mechanismen, of deze tot stand komen of niet. Ik ben begonnen met het bouwen van een theoretisch model. Daarvoor heb ik theoretische papers gelezen, ook vanuit de psychologie en criminologie. En ik heb gesproken met een aantal experts op het gebied van ervaringsdeskundigheid. En op het gebied van rolmodellen voor jongeren met crimineel gedrag. En die input heb ik gecombineerd tot het volgende model. Aan de linkerkant zie je de interventie staan, dus de ondersteuning door de ervaringsdeskundige. Dan gaat er een pijl naar de mechanismen, zoals empathie, sociaal leren, sociale controle, hoop en perspectief. En vervolgens zie je ook weer een pijl gaan naar uitkomsten, zoals verminderen van crimineel gedrag, groter sociaal kapitaal, minder psychopathologie, zoals trauma of depressie, en verbeterde persoonlijke omstandigheden, zoals werk of inkomen hebben. En zoals jullie ook zien, gaat er maar één pijl van mechanismen naar uitkomsten. En dat is omdat ik nog geen concrete voorspellingen heb gedaan van welk mechanisme welke uitkomst veroorzaakt. En aan de onderkant zie je ook nog een aantal contextuele factoren waar ik naar gekeken heb. Of waar ik nog steeds naar aan het kijken ben eigenlijk. Dat zijn kenmerken van de ervaringsdeskundige. Dus of deze een opleiding of een training heeft gehad op de ervaringsdeskundige. Of beschikt over bepaalde vaardigheden. Kenmerken van de cliënt. Bijvoorbeeld de leeftijd of het punt in zijn of haar criminele carrière. Omstandigheden waaronder de interventie wordt aangeboden. Dus bijvoorbeeld of er voldoende draagvlak is binnen de organisatie. En setting, dus of de interventie plaatsvindt binnen de gevangenis of daarbuiten, bijvoorbeeld bij mensen die begeleiding krijgen vanuit de reclassering. Ja, de volgende stap was het zoeken van literatuur in verschillende databases. En voor wie nog nooit een systematische search heeft gedaan, is het misschien ook wel leuk om te zien hoe dat eruit ziet. Dit is een voorbeeld van een zoekstrategie voor één database. En elke database vraagt weer om net iets andere codering, formulering. Maar laat je hier ook niet door afschrikken. Want als je eenmaal door hebt hoe het werkt, dan valt het best wel mee. En er zijn altijd wel mensen die hier ervaring mee hebben en je kunnen helpen daarmee. Nadat we van 4867 papers naar 24 papers waren gegaan, hebben we de kwaliteit van papers beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Dat is een belangrijke stap, omdat tegenstelling tot wat er soms bij gewone literatuurstudies gebeurt, papers met een lagere kwaliteit in principe wel nog worden meegenomen, omdat ze toch nog qua relevantie kunnen bijdragen. Maar je kent er wel een soort gewicht aan toe, wat je weer meeneemt bij de uiteindelijke beoordeling van de papers. En daarnaast hebben we de inhoud van de papers kwalitatief gecodeerd. Dat betekent dat we stukjes uit de tekst gemarkeerd hebben en daar bijvoorbeeld de naam van het mechanisme aan hebben toegekend. Hier aan de rechterkant, de onderste regel, zie je bijvoorbeeld if he can do it, I can do it. En dat laat zien dat hoop in deze studie misschien wel een belangrijk mechanisme vormt. En ook dit is dus een belangrijk verschil met de gewone literatuurstudie, omdat die voornamelijk gericht zou zijn op de uiteindelijke uitkomst en niet zozeer wat er precies daarvoor gebeurt. Uiteindelijk levert dit alles een overzicht op met alle informatie over de papers. Hier zie je een voorbeeld van één paper dan, dus met de mechanismen, de uitkomsten, de contextfactoren, kwaliteit en relevantie en ook beperkingen van de studies. En vervolgens is het zaak om al deze bevindingen samen te vatten. Dat kan op verschillende manieren. De analyse dus kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld uitkomsten vergelijken tussen verschillende designs. Zo vonden we dat uit een aantal studies naar voren kwam dat mensen die ondersteuning hadden gekregen van een ervaringsdeskundige minder crimineel gedrag vertoonden dan daarvoor.
Maar kwamen we dit niet tegen bij de studies met wat strengere designs. Dus waarbij sprake was van willekeurige toewijzing en een controlegroep. Daarnaast kun je ook nagaan of bepaalde mechanismen vaker voorkomen in een bepaald context. Zo zagen we dat ervaringsdeskundigen vaak als rolmodel en betrouwbaar gezien worden. En dat het daarvoor eigenlijk niet uitmaakt of ze een training of een opleiding gehad hebben. En dat geeft aan dat dat misschien geen aspecten zijn die aangeleerd worden of die aangeleerd zouden moeten worden. En ook zagen we dat het mechanisme van hoop vaker wordt genoemd bij studies die plaatsvinden buiten de gevangenis. En ook dat is misschien wel logisch, omdat er dan mogelijk wat meer perspectief is voor de cliënt. Tot slot kun je bijvoorbeeld ook kijken naar studies die tegengestelde resultaten hebben. En dan nagaan wat de verschillen zijn tussen de interventies die onderzocht zijn. Ook kun je bij een realist review verder kijken dan alleen de onderzoeksresultaten van de studies die je includeert. Zo heb ik een overzicht gemaakt van de te verwachten mechanismen en uitkomsten, zoals beschreven in de introductie van de papers en in de beschrijving van de interventies. Dat zijn eigenlijk volgens de auteurs de veronderstelde mechanismen. En ik heb gekeken naar mechanismen en uitkomsten naar mechanismen en uitkomsten in onderzoek binnen andere werkvelden. In de geestelijke gezondheidszorg bijvoorbeeld wordt al langer ervaringsdeskundigheid ingezet. En het onderzoek daarnaar is dus ook wat ruimer. En dat soort input kan je ook weer een indruk geven van welke mechanismen waarschijnlijk binnen het forensische werkveld ook belangrijk zijn. Dus ook dat neem ik allemaal mee in de uiteindelijke conclusie. En de uiteindelijke conclusie is dus de bedoeling dat je het model aanscherpt, verbetert. Dit is echt gebaseerd op voorlopige resultaten, want ik zit nog midden in de analyse. Bovendien hebben we een update van de search gedaan en daaruit kwam naar voren dat er zeker nog 20 artikelen aan toegevoegd moeten worden. Dus het kan ook weer helemaal de andere kant op gaan. Maar belangrijk hier is in ieder geval dat we bewijs vonden voor een aantal mechanismen. Die heb ik hier zwart gemaakt. Maar we vonden bijvoorbeeld ook dat voor sociale controle juist het tegenovergestelde zichtbaar was. Dus ook, we verwachten eigenlijk dat ervaringsdeskundigen cliënten sneller aanspreken op hun gedrag. Maar het tegenovergestelde blijkt eigenlijk waar. Ze zijn wat toleranter over het criminele gedrag. En ze schieten minder snel in paniek als een cliënt een terugval heeft op het criminele gedrag. Dus dat is ook belangrijk om mee te nemen in het nieuwe model. En voor de uitkomsten is het bewijs wat zwakker, vandaar nog de vraagtekens. En wat je ook ziet is dat ik nog steeds geen pijlen heb kunnen trekken van mechanismen naar uitkomsten, omdat we nog geen papers zijn tegengekomen die dat oorzakelijke verband onderzoeken. Dus we kunnen nu nog niet zeggen welke mechanismen, welke uitkomsten lijken te veroorzaken. En de contextuele factoren heb ik voor nu even buiten beschouwing gelaten. Realist reviewing kent ook een aantal uitdagingen. Een aantal daarvan heb ik ook al zelf mogen ondervinden. Het eerste is de mogelijkheid om eindeloos door te gaan. Wat Gerard al noemde, is het een iteratief proces. Wat heel goed is, denk ik, maar je moet ook zorgen dat je op een gegeven moment wel knopen doorhakt, want je tijd is simpelweg niet eindeloos. Daarnaast is de synthese van grote aantallen artikelen wel een plus. Met 24 artikelen heb ik al best moeite om het overzicht te houden. En dat wordt dus alleen maar lastiger met meer artikelen. Dus het kan zijn dat je dan toch je criteria wat moet aanscherpen. Wat je wel en niet meeneemt. Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om alleen onderzoeksstudies mee te nemen. Maar kun je er ook voor kiezen om andere soorten bronnen mee te nemen. Zoals boeken, rapporten, misschien ook wel opiniestukken. En het lijkt mij best wel lastig om die dan goed te wegen ten opzichte van elkaar. Maar toch ben ik wel blij dat we voor deze manier hebben gekozen. Ik denk als wij een gewone literatuurstudie hadden gedaan, dat er dan was uitgekomen, ja, het is een klein beetje effectief. Maar dan hadden we nog niks geweten over voor wie het effectief is en onder welke omstandigheden en vooral waarom. En met name dat laatste vind ik wel interessant, omdat ik heb ook interviews gedaan en we weten dat cliënten ervaringsdeskundigen heel erg waarderen. Dus ik denk ook dat gewone hulpverleners misschien wel wat leren van wat zij doen. En zo'n realist review geeft dan een goed beeld van wat zij precies doen in hun relatie met de cliënten. Zijn er vragen over dit gedeelte? Dankjewel, Margriet.
Ja, er zijn zeker vragen. Ik zal even kijken waar ik ga beginnen. Ik begin gewoon bij het eind. Weet jij misschien het verschil tussen een scoping review en een realist review? Er wordt al gezegd dat het lijkt veel op elkaar. Nee, weet ik eigenlijk niet. Nee, weet ik niet goed. Dus misschien kan jij hem zelf beantwoorden, want jij weet het vast wel. Nou, ik weet niet heel veel over scoping reviews, dus dat is een beetje lastig. Maar volgens mij hoeft een scoping review niet per se over mechanismen te gaan. En kan het ook een meer snellere methode zijn om een review te doen. En hoef je die niet heel systematisch ook te doen. Meestal wordt een realist review wel systematisch gedaan. Maar ik ben eigenlijk geen expert op het gebied van scoping reviews. Die heb ik nog nooit gedaan, dus dat is lastig te beantwoorden. Ja, er wordt nog iemand gevraagd, bijvoorbeeld Franstalige en Spaanse literatuur. Maar ik denk dat ook literatuur uit andere landen mee. Misschien Margriet voor jouw eigen review? Ja, ik heb dat niet gedaan. Ik heb het beperkt tot Engels. Dat is een keuze. Je kunt zeker ook Franstalige of Spaanse literatuur meenemen als je zelf die talen machtig bent. Dat kan zeker, want natuurlijk heb je ook maar een deel van de literatuur als je je beperkt tot Engels. Maar ik vind mijn Frans en Spaans talenkennis niet voldoende in ieder geval om die artikelen mee te nemen. Ja. Dan is er nog een vraag. Hoe verhoudt het gewicht geven aan studies zich tot basis, zich tot de principes van realisme? Ja, dat is wel een goede vraag. Want inderdaad, jij noemde in je presentatie dat je alle bewijs evenveel waardeert. Ja, dat is wel ingewikkeld. Ik denk toch... kijk, met dat gewicht geven bedoel ik dat als ik een zwakkere studie het ene zegt en een sterke studie zegt het ander, dan vaar ik inderdaad wel meer op die tweede. Maar je sluit niet uit wat die eerste studie zegt. En ik denk dat dat al een verschil is ten opzichte van gewone systematische literatuurstudie. Maar ik denk ook niet dat je eronder uitkomt dat als een studie slecht in elkaar zit, dan kun je dat ook niet helemaal negeren, omdat dat toch iets zegt over hoe conclusies bereikt zijn. Ja, ik weet niet of jij daar nog iets op wilt aanvullen, Gera. Nee, lijkt me een goed antwoord. Ja. Dan is er nog een vraag. Wat doe je als je denkt dat er weinig literatuur is over de werking van een interventie? Nou, ik zou het eerst uitproberen in plaats van te denken dat er weinig literatuur is. Ik zou dat wel even opzoeken. En misschien gaat dit over de eigen pitch straks, dus daar kan ik wel ook nog wat over zeggen. Maar je kunt altijd kijken naar vergelijkbare interventies. Die misschien wel vergelijkbare mechanismen benutten. Dus je kunt altijd wat breder kijken. En wat ik al zei, ik heb dus zelf ook gekeken naar ervaringsdeskundigheid binnen de geestelijke gezondheidszorg. En dat is echt wel een andere doelgroep. Maar alsnog zullen er zeker elementen zijn die wel vertaalbaar zijn naar een andere context. Ja. Vivian vult even aan dat een scoping review, waar we het net over hadden, wordt gebruikt om in kaart te brengen wat er bekend is over een onderwerp in de literatuur en waar de gaps zitten. Okay. Dus dat is niet per se een realist review waar je echt naar mechanismen en contexten gaat kijken dan, denk ik. Dan is er ook nog een vraag van Vivian. Welke richtlijn gebruik je voor de kwaliteitstoets? Wat wij daarvoor hebben gebruikt is, Gera heeft zelf dus al eerder een realist review gedaan en daarvoor heeft zij twee formulieren ontwikkeld eigenlijk voor de toetsing van kwaliteit en relevantie voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve artikelen en die hebben wij aangepast en die hebben we ook gebruikt voor de studie waar ik dan mee bezig ben. Ik weet niet of Gera die ergens anders vandaan had, Had jij die zelf? Ja, wat bij Realist Review vaak wordt gezegd is dat je niet een standaard kwaliteitsformulier moet gebruiken. Omdat je eigenlijk een formulier nodig hebt wat specifiek is voor jouw onderzoeksvraag. Dus daarom ontwikkel je hem eigenlijk zelf, omdat je wil niet een algemene richtlijn meenemen als voor jouw onderzoeksvraag één bepaald aspect heel belangrijk is. Dus daarom wordt altijd aanbevolen om dat eigenlijk zelf te ontwikkelen. En in dit geval hebben we inderdaad eentje gebruikt in eerste instantie die door mij was ontwikkeld, maar daarna wel doorontwikkeld.
Ja, klopt. Die hebben we helemaal aangepast. Voor mij was het bijvoorbeeld belangrijk om te weten of alle deelnemers een crimineel verleden hadden. En dat is bijvoorbeeld een van de punten die we in die beoordeling hebben gezet. Maar sommige dingen zijn ook wel wat logischer of wat meer standaard. Bijvoorbeeld het design van de studie. Of er een controlegroep is, of het longitudinaal is, hoe groot de sample is, hoe ze aan hun respondenten zijn gekomen. Dus dat soort dingen die te maken hebben met validiteit en betrouwbaarheid, die kunnen wel vrij standaard erin gezet worden. Ja, ik denk dat het tijd wordt om naar de pitches door te gaan. Het aantal vragen is ook even wat minder nu, dus ik denk dat mensen genoeg weten. Ik zal eventjes weer mijn slide delen. Wat heel jammer is, we hadden goed geoefend, we hadden pitches opgenomen en op YouTube gezet, afgeschermd, zodat we die konden gaan kijken en dan daarop reageren. Maar helaas liet de techniek ons een beetje in de steek, dus dat lukt nu niet om dat te publiceren via een webinar. Jullie kunnen wel nu Thijs eventjes zien, Thijs Waardenburg, maar het lukt me dus nu niet om de pitch af te spelen. Of waarschijnlijk lukt me dat wel, maar dan hebben jullie geen geluid, dus daar heb je niet heel veel aan. Dus ik zal toelichten wat Thijs heeft verteld. Hij is promovendus bij Design Your Life bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Of Design Your Life is de naam van zijn promotieproject. En hij doet onderzoek naar jongvolwassenen met autisme. En de bedoeling van zijn project is om hen zelfredzamer te maken met technologie door een co-design methode. En in de co-design gaan de begeleiders samen met de jongeren een oplossing samenstellen, waardoor ze zelfredzamer kunnen worden. Hij wil onder andere weten hoeveel er al bekend is over co-design in deze en vergelijkbare context. De reden dat hij een review wil gaan doen. Hij wil weten ook wat de resultaten zijn van het gebruik van co-design en welke aanbevelingen daar gedaan kunnen worden, waarschijnlijk voordat hij zelf met co-design aan de slag gaat. Als onderzoeksvraag voor zijn Realist Review had hij bedacht op welke manier draagt co-design bij aan de zelfredzaamheid van jongvolwassenen met autisme. En hij vraagt ons om een reactie van wat wij vinden voor van zijn idee van een Realist Review. Dus bij deze mijn reactie. Ik vind het een hele interessante vraag om dit met Realist Review te gaan onderzoeken. Wat ik zelf denk, maar zonder dat ik dus in de literatuur ben gedoken of expert ben op dit thema, is dat mechanismen zouden kunnen zijn, of eigenlijk wat je hoopt dat het mechanisme is, dat de interventie daadwerkelijk beter wordt door co-design. Dus dat jongeren dingen identificeren van hey, dit zou je moeten aanpassen en dan wordt de interventie beter. Maar een ander mechanisme wat er denk ik ook wel zal spelen is dat jongeren zich serieuzer genomen voelen als er co-design wordt gebruikt. Nou, zo zijn er waarschijnlijk nog wel een paar andere mechanismen te bedenken. En het lijkt me interessant om dat met een Realist Review te gaan onderzoeken of er ook bewijs is voor die mechanismen. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen als het gaat om het serieuzer genomen worden, als dat echt blijkt een mechanisme te zijn, dat je dat ook in andere aspecten van de behandeling voor jongeren met autisme mee zou kunnen nemen. Maar voordat je aan de slag gaat met je onderzoek of verder gaat met je onderzoek, zou je ook een gewone literatuurreview kunnen doen. En is het misschien niet per se nodig om een Realist Review te gaan doen. Want je geeft ook aan, of dat gaf Thijs aan in de pitch, dat hij eigenlijk gewoon wil weten wat er al bekend is. Werkt het? En wat zijn aanbevelingen? Nou, dat soort dingen zou je ook kunnen doen met een gewone review. En zoals al een paar keer aan de orde is geweest, kost Realist Review wel heel veel tijd. Dus weeg dat tegen elkaar af. Ook denk ik als laatste tip voor deze Realist Review, dat je in je initiële search even moet kijken van is er wel genoeg literatuur over dit onderwerp? En moet de onderzoeksvraag misschien wat breder? Je zou dat breder kunnen trekken dan autisme. Jongvolwassenen met een andere aandoening. Het kan ook nog breder dan jongvolwassenen. Misschien wel mensen met autisme, maar ook volwassenen of kinderen. En je zou nog het breder kunnen trekken dan alleen maar zelfredzaamheid als uitkomstmaat, maar eigenlijk gewoon kijken naar allerlei verschillende uitkomstmaten en of co-design daarbij werkt. Dus dat zijn mijn tips voor Thijs. En dan was er ook nog een pitch ingestuurd door Merel Ooms en daar gaat Margriet iets over vertellen. Ja, klopt. Ik had het dus ook gehoopt om nog even de pitch te zien. Dat is niet zo, maar ik heb wel onthouden of eigenlijk opgeschreven waar het over ging.
De vraag van Merel was namelijk, wat zijn de werkzame elementen van bewonersinitiatieven voor het versnellen van de energietransitie? Welk effect heeft dit en welke impact bereiken zij hiermee? Op zich denk ik dat realist onderzoek hier wel passend voor is, omdat je echt benieuwd bent naar de werkzame elementen, dus de mechanismen zou ik zeggen. Het is wel belangrijk om het een beetje af te bakenen. Welk effect ben je in geïnteresseerd? Is dat het effect de versnelde energietransitie of zijn dat ook andere effecten? Ik heb zelf gemerkt bij mijn onderzoek met 7 uitkomstmaten dat dat ontzettend veel is. Dus ik zou het echt beperken tot 1 of 2 uiteindelijke uitkomsten. Verder is het misschien een goed idee om een aantal personen te spreken die hier ideeën over hebben. Dus experts. Want dat kan ook weer helpen om theoretisch een model te maken met mogelijke werkzame elementen en mechanismen. En je gaf volgens mij ook aan dat het lastig is om hier informatie over te vinden. En dan zou ik adviseren om wat breder te denken. Bijvoorbeeld te kijken naar bewonersinitiatieven op andere gebieden. En dan na te gaan in hoeverre dat te vertalen is naar de huidige context. Dus welke dingen overeenkomen en welke misschien anders zijn. Dan ga je misschien niet heel veel specifieke informatie vinden over bewonersinitiatieven voor het versnellen van de energietransitie. Maar er zullen zeker elementen zitten in bewonersinitiatieven op zichzelf, die ook bruikbaar zijn voor dit gebied. Ja, dus ik hoop dat je daar wat aan hebt en je mag altijd mailen als je nog vragen hebt. Oké, dankjewel Margriet. Ging even wat mis met mijn PowerPoint. Dan komen we nu eigenlijk bij het laatste deel van onze webinar met de laatste mogelijkheid voor vragen. Of ik zeg wel laatste, maar in ieder geval laatste mogelijkheid om dat nu hier live te doen. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar op andere momenten als jullie nog verdere vragen hebben. Je kunt bijvoorbeeld naar onze website gaan, www.ivo.nl. En daar kun je Margriet en mij vinden en onze e-mailadressen en contactgegevens. Dus schroom niet om contact op te nemen. Ik kan niet tegelijkertijd deze slide zien, dat is even voor de techniek aan de achtergrond, en de vragen in het Teams-programma. Ik zie dat Margriet daarmee kan beginnen. Ja. Ja. Ik zie nog wel een vraag die ik zelf lastig vind, dus misschien dat jij een antwoord op hebt. Is realist te verkopen in toegepast beleidsonderzoek? Oh, en dan, ja, ik kan natuurlijk niet doorvragen. Want nee. Misschien volgt er dan een reactie hierin. Dat zou kunnen. Ja, ik denk dat er bedoeld wordt, of zo interpreteer ik het maar even, of beleidsmakers hier vertrouwen in hebben. En dit dan als goed bewijs zien of iets dergelijks. Mijn ervaring is zelf in ieder geval van wel. Ik heb mijn review over economische recessies en drugsgebruik. Die is veel aangehaald in ieder geval in de media. En dat is vaak al wel een teken dat het serieus genomen wordt. En je ziet het ook zelfs wel in beleidsstukken terug. Dat je bij een economische recessie op moet passen voor meer drugsgebruik door meer psychologische stress. Ik heb niet het idee dat dit minder wordt gewaardeerd dan een gewone systematische review. Ik kan me de vraag een beetje voorstellen vanwege het realisme als wetenschapsfilosofie ten opzichte van het positivisme, wat misschien wat hogere standaard heeft in de perceptie van sommige mensen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk niet echt bij de beleidsmaker terechtkomt, dat ze daar daardoor een minder idee hebben van een realist review. Oké. Ik zie nog een vraag. We hebben het hier al een beetje over gehad, maar misschien hebben we hier nog aanvullingen op. Wat zijn de belangrijkste of meest genoemde limitaties van een realist review? Ik heb zelf al gezegd dat het vrij veel tijd kost en dat je er tot in de eeuwigheid mee door kan gaan. Ik weet niet of jij nog andere beperkingen hebt van deze methode. Vaak, je moet het natuurlijk gewoon, het moet passen bij je onderzoeksvraag. En ja. Het is een limitatie op het moment dat dat niet zo is. En ik denk dat heel vaak een eerste vraag is, leidt X tot Y? He, is er een effect? En wat is dan het effect en hoe groot is dat? Natuurlijk kan je dat ook meenemen in je Realist Review, dat je die literatuur ook beschrijft. Maar als je alleen maar focust op mechanismen, zonder dat er een review is of een meta-analyse waarin het effect wordt beschreven, dan weet je eigenlijk nog niet voldoende. Oké. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat is ook iets waar ik een klein beetje tegenaan loop zelf. Maar desalniettemin interessant, denk ik. Volgens mij
Zijn er dan geen nieuwe vragen meer, als ik het goed zie? Dan maak ik even van de gelegenheid gebruik om Margriet een vraag te stellen, nog over haar presentatie net. Ja. Want wat ik zelf het idee heb bij een realist review is dat je vaak tot aanbevelingen komt die wat relevanter zijn voor de praktijk. Dan dat je een gewone review zou doen. Dus ik vraag me af, Margriet, of jij nu, en nog met je eerste resultaten natuurlijk, maar of jij al op aanbevelingen voor de praktijk komt die je niet zou hebben gevonden als je een gewone review had gedaan. Ja, dat denk ik zeker. Kijk, ik moet nog naar een aantal verbanden kijken, maar ik zie wel dat er veel studies praten over het gebrekkige draagvlak binnen de organisatie voor de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dus veel niet-ervaringsdeskundige collega's die sceptisch zijn. Dus ik denk dat dat een belangrijk aandachtspunt is. Ik kan dus nu nog niet zeggen of dat effect heeft op mechanismen of resultaten, maar het lijkt me sowieso verstandig voor organisaties die werken met ervaringsdeskundigheid of die willen werken met ervaringsdeskundigheid om te zorgen dat mensen snappen waarom en dat ze zorgen dat die daarachter gaan staan en dat ze doorhebben dat ze van elkaar kunnen leren. En ook voor gewone hulpverleners denk ik wel dat er wat aanknopingspunten in zitten. Bijvoorbeeld wat we vinden over hoop bieden en over empathisch zijn en niet iemand veroordelen. Ik denk dat dat elementen zijn die ook niet ervaringsdeskundigen goed zouden kunnen meenemen in hun werkwijze. Oké, dankjewel. Ja. Zijn er verder nog vragen van de mensen die aan het luisteren zijn naar ons webinar? Margriet, kan jij in de chat kijken? Ja, ik zie alleen nog een aanvulling staan aan de hand van Merels voorbeeld en mijn uitleg. Die persoon geeft aan, beleidsmakers zullen de noodzakelijke beperking van mechanismen niet zo aantrekkelijk vinden, vermoed ik. Alleen ik snap niet helemaal wat hiermee bedoeld wordt. Ja, dat is misschien nog als reactie op de vraag van net. Dat beleidsmakers die limitaties meer zien. Ja. Ik denk dat juist voor maar goed, dat is wat ik denk, en ik ben geen beleidsmaker. Maar dat voor een beleidsmaker juist heel belangrijk is om inzicht te hebben in mechanismen. Anders dan weet je alleen maar dat er een effect plaatsvindt, maar weet je niet hoe het komt en weet je dus ook niet hoe je het op moet lossen. Dus het lijkt mij vrij cruciale informatie voor beleidsmakers. Ja, en tot slot zie ik nog een vraag binnenkomen. Zijn er verschillen in zoekstrategieën tussen realist en scoping? Daar hebben we het al een beetje over gehad. Jij noemde dat jij een tweede search had gedaan met daarin wat mechanismen genoemd. En ik denk dat je dat dus niet zou doen bij scoping. En ik vermoed dat je... Dit is natuurlijk scoping dan. Hè? Dat is weer anders dan een gewone systematische review. Het kan zijn dat het... Maar ja, wij zijn dus geen expert op het gebied van scoping reviews. Nee. Dat je dat daar wel doet. Maar bij een gewone review is het in ieder geval, of een systematische review, is het vaak zo dat je je gewoon vasthoudt aan de zoekstrategie die je in het begin hebt ontwikkeld. En daarmee moet leven tijdens de rest van je review. Ja. Oké, nou verder zie ik dat er geen vragen zijn en dat het helder is. Het zegt één persoon, dus we gaan er maar vanuit dat dat voor iedereen geldt. Fijn, ja. Nou, dan was dit denk ik het einde van onze webinar. We vonden het leuk om dit zo voor het eerst te doen. Ook ontzettend spannend, maar volgens mij is het goed afgelopen. We gaan jullie nog een vragenlijstje sturen, heel kort, met wat jullie ervan vonden. Dus dan kunnen jullie ons feedback meegeven voor een volgende webinar. En dankjewel voor jullie aandacht.